Welkom bij de caravan leeftest van Actie Freelife. Op deze hele mooie lentedag gaan we toepasselijk de Spring Edition van de Detlefs Seaco 415 QL aan je presenteren. Deze caravan is nu uitgerust met allerlei opties. Het hele Spring Edition pakket heeft een totale waarde van bijna 5000 euro, waarvan je nu iets minder dan voor de helft voor betaalt. En wat die opties zijn van het Spring Edition pakket, dat laten we in deze video aan je zien. Een van de eerste dingen die ik uit het optiepakket wil laten zien, is deze praktische hordeur. Altijd fijn voor vliegjes en andere kriebelbeestjes in de zomer. 14 inch lichtmetalen wielen. Niet alleen erg mooi, maar ook beïnvloedt ook positief de rij-eigenschappen van de caravan. En mooie gladde beplating, handig in het onderhoud. Voor de andere opties uit het Spring Edition pakket neem ik je even mee naar de voorkant van de Detlefs. En daar hebben we onder andere deze fraaie afgewerkte dieselbak. Mooi glad beplaat. Ziet er gewoon heel mooi uit. Daarnaast, in plaats van een klein raam, een groot panoramaraam. Dus vanuit het bed heb je gewoon een prachtig uitzicht. De overige opties uit het Spring Edition pakket zitten aan de binnenkant. Loop maar even mee. Wat meteen opvalt als we de caravan instappen, is de grote hoeveelheid daglicht boven de zithoek. En dat komt doordat er hier een panoramavenster bij zit, dat ook heel ver te open is. Ontzettend veel ventilatiemogelijkheden, ook op deze manier. En om te voorkomen dat er weer beestjes naar binnen kunnen vliegen, natuurlijk uitgerust met een horretje aan de ene kant en voor de nacht. Kan je afsluiten met een verduisteringsgordijn. Gaan we naar de zithoek. Dat is raar, want die is scheef. Die is hartstikke scheef. Maar dat heeft een voordeel. Je kan namelijk heel makkelijk inschuiven. Maar het heeft ook een nadeel. De bank is hier namelijk kort in lengte. Achter is hij lang. Dus mensen met kleine benen kunnen het beste hier zitten. Mensen met lange benen kunnen beter naar achter verplaatsen. Alleen kom je dan ook wat verder van de tafel te zitten. Dat is jammer. Ander puntje is, omdat alles scheef loopt, de tafel staat scheef, de bank staat scheef, heb je ook het idee scheef te zitten. Is niet zo, voelt wel zo. Aan de andere kant van de zitgroep, onder de bank, zit de warmwatervoorziening verstopt. Daarvoor moet je eerst natuurlijk even de kussens van de bank verwijderen. Is even een werkje, maar in de praktijk doe je het natuurlijk niet zo heel vaak. Dan klap je de bank open en dan kijken we daar een inkijkje in. Rechts zie je dan de watertank en links de warmwatervoorziening en die is van Truma. De laatste optie uit het pakket die ik je wil laten zien is de ringverwarming van Truma. Ringverwarming heeft als voordeel dat de warmte gelijkmatig over de caravan wordt verspreid. Daarvoor zitten de uitstroomopeningen in de toiletruimte en één in de zithoek. Neem even een kijkje in de keuken. Allereerst de laden, veel opbergruimte. Laden zitten onderweg vergrendeld, zodat ze niet per ongeluk kunnen opengaan. Zoals je ziet, veel opbergruimte. Mooi is soft close, dus je kan ze gewoon met een tikje dichtgooien en ze sluiten helemaal vanzelf. Koken. Daar hebben we 3 gaspitten voor. Hier is de ruimte om te werken en te snijden. En natuurlijk de wasbak. Blik naar boven, nog meer opbergruimte in ook vergrendelde kastjes. Ruimte zat voor potten, pannen, noem het maar op, alles wat je nodig hebt. Gaan we nu naar het slaapgedeelte. Fijn, comfortabel bed. En waar we al even op wezen vanaf de buitenkant, maar nu vanuit binnen is het extra grote voorraam, waardoor je vanuit bed een prachtig mooi uitzicht hebt naar buiten toe. Neem even een kijkje in de toiletruimte. Wasbak natuurlijk, hele grote spiegel, heel fijn. Dakraampje is ook uitgevoerd met een horretje, dus die kan je gewoon lekker open laten staan. En verder gewoon lekker veel opbergruimte om je spulletjes kwijt te kunnen. Wil ik ook nog eventjes de bergruimte zien. Onder het bed zit een enorme bakruimte en die is zowel vanuit binnen te bereiken als van buiten.